Ja, maar de gegevens zijn gewoon gunstig. Vanuit het Voedsel- en Warenautoriteit en vanuit het RIVM. En daar kan ook geen misverstand meer over blijven bestaan. Dus gunstig zijn de uitkomsten. En we kunnen ook echt in de beeldvorming nu gewoon zeggen van het kleinvee kan naar buiten toe. Mensen hoeven die ongerustheid en die onzekerheid niet meer te hebben. Maar ook hier blijft met betrekking tot een aantal punten voorzichtigheid geboden. Ga nou niet met je vingers aan roedeeltjes zitten of als je dingen op het land vindt. Dat is gewoon sowieso al niet verstandig, maar ook nu blijft het gewoon onverstandig. Doe handschoenen aan, doe dat niet in een groene container. Dat begrijpt iedereen, dat moet je gewoon keurig apart aanleveren. Het geldt ook voor zandbakken. Wees daar ook zorgvuldig in. Alle gemeentelijke zandbakken binnen die kring van 10 kilometer, die halen wij als gemeente gewoon leeg, om het zekere voor het onzekere te nemen. En als mensen een niet afgedekte zandbak thuis hebben, kunnen ze dat oude zand bij de gemeente inleveren en dan krijgen ze de nieuwe zand ervoor terug. Dat is gewoon voorzichtig blijven, ook in de nafase, ook bij dat soort kleine dingen.